De inrichting van het recent uitgebreide natuurgebied De Bol van Natuurmonumenten is afgerond. De werkzaamheden die eind 2017 gestart zijn, hebben ervoor gezorgd dat de circa 35 hectare agrarisch gebruikt grasland nu onlosmakelijk onderdeel van het natuurgebied Drijvers-Vogelweid De Bol geworden is. Het grootste deel van het natuurgebied was al sinds 1937 in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Het beheer is in dit gebied vooral gericht op de bijzondere plantengroei, waaronder veel orchideeën, zoals brede orchis en harlekijn, die het gebied in het voorjaar paars doen kleuren. Naast de rijke plantengroei is De Bol ook een van de meest rijke weidevogelgebieden van Texel. Grutto, tureluur, kieviet, veldlederik en schollekster komen hier nog in ruime aantallen tot broeden. In opdracht van Natuurmonumenten is in 2017 gestart om de grondrug tussen het buitenzwin en de voormalige landbouwenclave weg te halen. Hierdoor sluiten de weilanden weer aan bij de kreek, zoals dat van oudsher altijd is geweest. Ook een brede ontwateringssloot is hierbij gedempt, waardoor de waterhuishouding beter te regelen is. In het verleden liep er meer kreken door het gebied. Deze zijn, waar mogelijk, ook weer teruggegraven. Uit de lucht is mooi te zien hoe de kreken weer verlengd zijn. Hierdoor ziet het gebied er weer meer uit als vroeger en zijn er meer overgangen van nat naar droog. Juist deze overgangen zijn erg belangrijk voor zowel de vogels die daar naar eten zoeken als voor de diversiteit in plantengroei. De vroegere kweldergraslanden waren door intensief agrarisch gebruik inmiddels zo goed als vlak gemaakt. Er was fors grondverzet nodig om het oorspronkelijke reliëf van de voormalige kweldergraslanden weer terug te krijgen. Vroeger lag er tussen de afgesloten zeearmen, ook wel slenken genoemd, hoog, bollopend land. Aan de kanten van de slenken lagen de graslanden erg laag en meer naar het midden toe wat hoger en droger. Op deze manier is er nu ook weer hoogteverschil gemaakt. Hierdoor zullen deze graslanden weer plek bieden aan vele verschillende bijzondere plantensoorten, zoals grote ratelaar, echte koekoeksbloem en verschillende orchideeën. De kleurrijke bloeiende planten zullen ook vele insecten aantrekken en daardoor zullen ook de weidevogels zich weer thuis gaan voelen in deze graslanden. Het moet dus echt weer een natuurparadijs worden. Naast inrichting voor de natuur is er ook aan de mensen gedacht. Langs de Zwinweg komt een parkeerplaats en een wandelroute langs het gebied. Ook is er een uitkijkpunt waar je een mooi overzicht hebt over het nieuw ingerichte deel. Wachten op de vogels is niet nodig. Direct na de werkzaamheden werden de kreken al in bezit genomen door kemphanen, bontbekplevieren en vele andere steltlopers. Nog even geduld en het gebied is ook weer mooi begroeid. En dan is het wachten op de vele verschillende planten die er een plek zullen vinden. Drijvers Vogelweid De Bol is onderdeel van de Vogelboulevard, een parelsnoer van binnendijkse gebieden langs de oostkust van Texel. De inrichting maakt deel uit van het natuurontwikkelingsprogramma van de provincie Noord-Holland en is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Waddenfonds.